de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten een brug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Stop, stop de wereld. Stop, stop. Hey, hallo stelletje flippo's en welkom bij een nieuwe video op Spionschijf Productions NL. Dit is weer een nieuwe special. Ik lijk een klein beetje. Dat valt waarschijnlijk ook wel te merken. Ik speel me op dit moment Sanctum. Dat is best awesome. Al mijn torens lossen het op. Oké, okay, die. Beetje verzwakken mag wel. Oké, okay, die is ook dood. Oké. Okay. Ik ben net langs ronde 4 gekomen. Waarschuwing, moeilijke ronde. Oké, okay, handig. Ik druk even een keer op escape. Oh. Ja, kijk. Oh ja, ik laat je trouwens ook even het hele pad zien. Dit is een heel pad, dan moeten ze echt lopen. Ik heb ook nog dingetjes geblokkeerd zodat ze er niet naartoe kunnen. Op dit moment is alleen dit gebied nog een beetje bewapend. En ik heb wel een aantal televeters geplaatst. Ik moet er daar ook eentje gaan plaatsen. Goed, gaan we daar naartoe. Oh nee, wacht. Nu moet ik upgraden. 2 keer graag. Oh, dan, oh nee, wacht, ik kan niet verder. Oké, okay. Springen. Die moet verder. Die moet verder. Die moet verder. En die moet verder. Kan ik die nog een keer? Nope. Maar die wel. Oh, vallen vanaf. Oké, okay, let's do it. Goed, dit is alweer de 5e special. Oh ja, ik weet het alweer. Immuun. Aan de voorkant, kwetsbaar aan de achterkant. En nu is die veel kwetsbaarder. Nee. Ja, oké, okay, het is best simpel. Ik heb trouwens het hele systeem hier opgezet. Wat? Nee! Oh. Telefeet. Zucht. Nee, nee, niet mis. Raak. Dit ook. Kom aan. Wacht, weak spot is nu vooral op zijn achterhoofd. Maar ik vind het echt hele vervelende wezens. Ik heb hier altijd problemen mee. Oh. Oké, okay, ze worden daar allemaal wel vermoord. Oké, okay, terug naar dit punt. Right. Ik wil die upgraden. Oh wacht, ze hebben nog geen luchtdingen. En dan wordt deze geupgrade.
En mijn assault. En mijn sniper. Shotgun ook. Oké. Okay. Oké, kom aan. Oké. Een keertje dat ik de vloer, dat ik op de vloer ga upgraden. Maar goed, dit was dan weer voor deze keer. Laatste informatie staat in de outro. Als jullie een keertje dit wat meer willen zien, dan... gewoon even tegen me zeggen, ik ga op een aantal dingetjes ga ik wel in. Oh ja, nog even over dat dingetje. Ik denk dat Spore sowieso een serie gaat worden. Torrens zijn gewoon nog steeds bezig, die doen het echt super goed. Kijk, daar komen ze. Want ik wil eerst dat jullie kunnen kiezen tussen Farming Simulator en Spore. En ik denk dat ik eigenlijk het antwoord zelf ga bepalen. Dat is beide. Eigenlijk. Ik heb gewoon echt extreem veel zin in. Om gewoon in beide op te nemen. Oh. Maar goed. Als iedereen. Tot de volgende keer.